kampen. Aan de monding van de IJssel ligt de eeuwenoude stad na te genieten van een roemrijk verleden. Wereldberoemd gevelfront met wallen, poorten, kerken en kaden, waar vandaan ooit Koggen hun avontuurlijke reizen begonnen. Invloedrijke Hanzestad, sinds generaties steeds hartelijk bemind en bezongen. Centrum van nijverheid, handel en wetenschap, waar noeste arbeid degelijk keukengerei maakte en sigaren draaien van geurig omblad en binnengoed. Er was een tijd waarin een derde van de bevolking leefde van de sigarenindustrie. Kampen, als voornaamste sigarenstad van Nederland, liet de hardwerkende mensen slechts een karig bestaan. Als op vrijdag het stukgoed werd berekend en het loonzakje gevuld, brak de spanning en hieven ze een lied aan. Zo ontstond de Werkmanszangvereniging. De reglementen van de bond bleken gauw te benauwd toen men ook verplichte voorwaarden stelde als het lidmaatschap van een bepaald kerkgenootschap. Kerkelijk kampen kent vele kleuren, maar dogma's en twisten kregen nooit vat op de gezamenlijke koorzang. Integendeel, de mannenzangers waren en zijn, helemaal sinds 2 januari 1917, broederlijk door eendracht verbonden. Het was direct na de oorlogstijd en er was niet veel werk en we moesten toen allemaal aan het werk in het begin. Toen ben ik op Smidden ten Hoven terechtgekomen op een sigarenfabriek. Maar bovenop de sigarenmakerszaal kwamen we wel eens en zaten al die mannen daar te zingen. Want er was geen radio, er was helemaal geen muziek. Dus ze zaten de hele dag die sigaren te maken en te zingen. Dus, maar dat ging dan over in één stemmer en dan was er weer een bij, die zong er een tweede stem bij, dus het klonk heel mooi. Onder leiding van dirigent Piet Stegen gingen de 30 zangers van DEV van start. Niet meer gesteund door subsidie van de Werkmansbond, werd de contributie verhoogd van 8 tot 12 cent per week. De eerste repetities in het christelijke koffiehuis, later Hotel de Steur, waren ter voorbereiding van een uitvoering op 17 april, ten bate van de arbeid onder de militairen. Het repertoire was nog te kort voor een avondvullend programma. Zoals vaker in die tijd gaf men na de pauze een samenspraak. Men reciteerde een blijspel, bijvoorbeeld Samson en Moot doen aan boksen. Op het vaandel staat nog de oorspronkelijke naam. Christelijke Zang- en Reciteervereniging door Eendracht verbonden. Het is intussen vol beladen met medailles en andere eretekenen en prijkt als oertijds reliquie in het Openhof te Kampen. Piet Stegen werd na 2 jaar in 1920 als directeur opgevolgd door korlid Zwier Scheurs, die echter vrij snel Kampen moest verlaten, waarna Herman van Elburg werd aangesteld. Sigarenmaker van beroep, beperkt van alle opleiding, maar met muzikale talenten, waaraan DEV veel te danken kreeg. Zo kon vanaf 1923 worden deelgenomen aan concoursen, waarbij vaak een harde strijd geleverd werd met andere mannenkoren. Onder bezielende leiding van dirigent Jan Belder zong DEV zich tot in de afdeling uitmuntendheid en behaalde vaak de hoogste eer en de meeste punten. Het 25-jarig jubileum werd op 5 maart 1942 in de stad Gehoorzaal gevierd. De bezettingstijd was nog niet op zijn donkerst. Maar niet veel later dook DEV onder, omdat men zich niet wilde voegen naar de Duitse voorwaarden zich aan te sluiten bij de Kultuurkammer. Belders voorganger, Herman van Elburg, die gedurende 2 perioden voor het koor stond, probeerde vergeefs de reciteerafdeling op te heffen. De stukjes na de pauze hadden tot vlak voor de oorlog voor populariteit gezorgd, maar ook Belder verfoeide ze omdat ze de aandacht van het muzikale deel van een programma afleidde. In 1948 lukte het eraan een einde te maken, ten gunste van de intensievere deelname aan concoursen en de uitbreiding van de grote kerstconcerten met medewerking van solisten uit de eerste garnituur. Nou, en toen was er de secretaris van DEV, die was er ook, de heer Muller-Tuller. En die zei, joh, je moet iets meer gaan naar DEV, want je hebt nog wel een leuke stem. Ik denk, ah joh, kom nou een leuke stem. We zingen toch hier met z'n allen. Ja, nee, zeg je, je kunt best meer gaan naar DEV. Nou ja, eerst de boel te afhouden, maar ja, later.
heeft hij mij toch opgehaald van huis af. Nou, toen moest ik vanzelf weer mee naar DV. Dat was toen nog op de oude straat in het oude CIV-gebouw, gedenkt het woord. Dus ja, en dan kwamen we daar in die zaal. En dan, wij hadden toch ook wel een beetje drempelvrees voor om naar zo'n grote vereniging toe te gaan. Nou ja, wij hadden gezongen en al die. En toen was Jan Belder, was toen dirigent. Ze zeggen, Jochie, kom maar eens even bij de piano en zing maar eens in het groene dal, in het stille dal. Dan kan ik horen, zeg je, wat voor stem heb je? Nou, dan begonnen we te zingen van in het groene dal, in het stille dal. Nou, en dan zeg je, nou, zeg je, je gaat maar bij de tweede toon en dan een toonladdertje erbij. Maar ja, als ik dan moest zingen, dan begon het hele koor mee te zingen. Hè? En dan, ja, dan moest ik eerst naar de tweede toernooi. En later ben ik dan bij de eerste toernooi terechtgekomen tijdens Klaas-Jan Mulder. Het Kamper Nieuwsblad deed op 24 december 1957 verslag van het DJV Kerstconcert. Een mooi afwisselend programma dat met stille aandacht werd beluisterd. Onder leiding van Jan Belder trad het koor in de Broederkerk op, met medewerking van de bekende alt Riek van der Haar en orgelspel van begeleider Klaas Mulder. Vanwege de grote belangstelling op de kerstavond waren de traptreden op de kansel zelfs als zitplaats in gebruik. Met het aantreden van Klaas-Jan Mulder als dirigent in maart 1960 veranderde er heel wat. De jonge muzikus was pas na een bedenktijd van 3 maanden bereid de baton over te nemen. Maar ze hebben het geweten. Er kwam een einde aan de deelname van allerlei concoursen. Mulder had van de kwaliteit en objectiviteit van de meeste juryleden geen hoge pet op. Het accent werd verlegd naar het geven van concerten. Eerst bescheiden in de steden en dorpen in de buurt. Al gauw werd de actieradius ruimer naar grotere plaatsen met imposante zalen. Het Concertgebouw in Amsterdam, de Doelen en de Laurenskerk in Rotterdam, Groningen, Middelburg, Haarlem, Arnhem. Het aantal optredens groeide zo snel dat de traditionele oranje- en kerstconcerten in de Vaderstad erbij in zouden schieten. Gemurmureer en boze brieven van de Kampenaren dwongen het bestuur tot een drastische beperking van optredens buiten de stad te besluiten. Mijn eerste kennismaking met DJV was eigenlijk al een tijdje geleden. Het ging met name ook toen al om de vermaarde kerstconcerten van DJV als een van de grotere mannenkoren in Nederland. En ja, de jubileum LP die is verschenen in 1967 heeft nogal wat indruk op me gemaakt. En toen ik het koor voor het eerst hoorde tijdens een kerstconcert met Komt allen tezamen, toen dacht ik ja, daar moet ik zien dat ik daar deel van uit kan maken. Ja, ik ben inderdaad al een tijdje voorzitter en eigenlijk dacht ik van nou ja, er werd mij gevraagd of ik dat wilde doen. Dat is ook alweer een behoorlijk tijdje terug. Ik was al een aantal jaren lid, maar ik stond toen op het punt om voor een jaar naar het buitenland te gaan werken. En toen dacht ik van nou ja, er waren nog meer kandidaten. Ik kan me rustig beschikbaar stellen, want ik word toch niet gekozen. Bovendien, ik was met afstand de jongste, dus ik denk nou, dat,
dat risico kan ik wel nemen. Het pakt er toch anders uit. En ik ben nu inmiddels ruim 30 jaar voorzitter. En dat is toen vanaf dat moment eigenlijk ingegaan. Slechts korte tijd nadat de uitermate begaafde en professionele Klaas-Jan Mulder de leiding had gekregen, verscheen de eerste plaat van DEV. Geluidsdragers zouden de bekendheid en populariteit van koor en dirigent aanzienlijk doen toenemen en meteen de beperking van het aantal concerten buiten de stad ruimschoots compenseren. En in die tijd was er niet zoveel mannenkoormuziek, het was meer, er waren geen arrangementen. En toen is eigenlijk Klaas begonnen met arrangementen van Johannes de Heerliederen en van psalms. Die heeft hij allemaal arrangementen van gemaakt. En toen is dat al dat, de platenmaatschappijen die zijn erop ingesprongen. We hebben de eerste singeltjes gemaakt in Bolsward, in de kerk. En er was toen ook nog een jongenskoortje bij. Dat had Klaas dan ook zo gecharterd, zo'n jongenskoortje. Dus, en toen is eigenlijk de mannenkorenmuziek hier in Nederland opgekomen. Zeg. Toen zijn ook de meeste koren gekomen, maar toen kwam de muziek. Woensdag 14 mei 1969 was een monumentale dag in het leven van DEV. Met de verkoop van 100.000 LP's, Gouden Harpen Ruisen, had het koor zijn eerste gouden plaat verdiend. Bij het 25-jarig dirigentenjubileum van Klaas-Jan Mulder in 1985 werd zelfs een platinaplaat voor het hele DEV-oeuvre uitgereikt als eerbetoon voor DEV en Klaas-Jan Mulder. De talloze optredens en uitvoeringen van deze bijna 100-jarige zijn natuurlijk niet volledig te vermelden. Evenmin de muzikale samenwerking met zoveel anderen, in het begin vooral met kamperensembles, orkesten, solisten en begeleiders, maar later met talloze bekende namen als de Nationale Brass Band, onder leiding van Meinert Boekel, het Overijssel Philharmonisch Orkest, de Koninklijke Marinierskapel, Afje Heijnis, Renate Heemskerk, Jo Vincent, Kees Denik, Adriaan van Liemt, Peter Bailey en zijn zoon Ian uit Nieuw-Zeeland, Louis van Dijk, Feike Asma en Piet van Egmond. Deze opsomming toont slechts het topje van de ijsberg. Er is bijna geen einde aan het noemen van de medewerkers en het ophalen van dierbare herinneringen. Jesus, come to me.
Ook mocht het koor zich verheugen in een tal van getalenteerde solisten uit eigen leden, waaronder Albert-Jan van Dijk, Klaas Lentik, Henny Drost en de baritonsolist Arie van Enk. De begeleiding was vanaf 1963 in handen van Henk van Putten, aanvankelijk op de piano en later stevig aan het orgel. Met het kerstconcert in 2013 nam hij na 50 jaar trouwendienst afscheid en werd voor deze prestatie koninklijk onderscheiden. Inmiddels is de bekende organist Marco Dentoom aangesteld als begeleider bij de grote traditionele concerten. Door Eendracht verbonden, ook in de tradities, zoals in de samenwerking met de Kamper Oranje Vereniging. Kleurrijk hoogtepunt was in 1988 het door alle kamperkoren gezongen eerbetoon aan Hare Majesteit Koningin Beatrix met haar familie, 1000 stemmen in de Bovenkerk onder leiding van Klaas-Jan Mulder. Naast de Oranje Concerten maken de kerstconcerten deel uit van de traditie, zeer geliefd bij bezoekers uit de wijde omtrek. Sinds 2002 ontstond een nieuwe traditie met een jaarlijks orgel- en koorconcert in november in de Bovenkerk. Kampen in Concert. Gratis toegankelijk voor alle belangstellenden op uitnodiging van een Canadese oorspronkelijk uit Kampen afkomstige gastheer. Sinds het aantreden van dirigent Gerwin van der Plaats in 2009 geven het Christelijk Gereformeerd Kerkkoor Zingend Getuigen en DEV een jaarlijks Passiepaasconcert, wat zich mag verheugen in een toenemende belangstelling. Ja, wat DEV bijzonder maakt naar mijn idee is vooral ook de koorklank. En het bijzondere is dat, ondanks het feit dat er door de loop van de jaren heen natuurlijk best veel wisselingen zijn geweest, mensen die overlijden of leden die afgaan, maar ook veel nieuwe leden die er weer opkomen, dat toch de koorklank min of meer stabiel blijft. Dat is wel heel bijzonder en dat merk je ook van wat oudere cd's of nieuwe cd's. Het is direct herkenbaar dat koorklank is van DEV Kampen. Als we naar de leden kijken die al vaak toch soms jarenlang lid zijn van DEV, dan valt op dat het eigenlijk uit de hele regio is. Variërend van Vollenhoven tot Doornspijk, omliggende plaatsen, diverse. Dus wat dat betreft hoeft het geen speciale voorwaarde te zijn om uit echt Kampen of IJsselmuiden zelf te komen. Zeker met de moderne verkeersmiddelen is het geen enkel probleem om op redelijke afstand van DEV toch de wekelijkse repetities te kunnen bezoeken. Klaas-Jan Mulder voerde in de ruim 48 jaar van zijn directie DEV tot grote hoogten. Een koor van 50 man dat voornamelijk van concours tot concours leefde. Al zong men in de eredivisie met de hoogste punten. De introductie van het koor in het concertcircuit was een professionele keus met betere vooruitzichten. Het ledental klom tot een maximum van 160, waardoor in de jaren 80 noodgedwongen een ledenstop werd ingesteld. Dirigent Mulder schreef honderden gevarieerde arrangementen voor zijn koor, waarmee het hele genre zijn voordeel heeft gedaan. Deze aanpak leidde tot de oprichting van tientallen mannenkoren. Na deze vruchtbare samenwerking van 48 jaar moest het koor met ledenogen aanzien hoe de gezondheid van hun dirigent afnam en het tot een afscheid moest komen. Men benoemde Klaas-Jan Mulder tijdens zijn ziekte tot eredirigent van DEV. Dus, en toen kwam hij ook een keer en toen zei hij van: jongens, jullie moeten zien dat jullie een nieuwe dirigent krijgen. Nou, toen hebben we zes kandidaten gehad, zeg maar, die als in aanmerking konden komen voor het dirigentschap van DEV. Die kandidaten hebben we drie repetities gegeven, twee repetities en een concert. En toen hebben we het koor, hebben we democratisch laten kiezen, wie hebben jullie het liefste als dirigent? En toen, uit die enquête, er kwam uit, nou, ze hadden het liefste
Gerben van der Plaats als dirigent voor het koor van DEV. Maar de laatste keer toen als we bij Klaas geweest zijn, zeg maar, nou, hoe vind je die dan en hoe vind je die? En Klaas, ja, Klaasje zegt me niks, die grimlach maar een beetje. En hij zegt, en die noemde geen namen. Hij noemde geen namen van, nou, die is goed en die, ja, en dat en zus en zo. Hij heeft helemaal geen namen genoemd. Alleen heeft hij gezegd, jongens, zorg ervoor dat je een dirigent krijgt voor het koor die als muziek kan maken. En zodoende zijn we bij Klaas, dat waren de laatste woorden, die als Klaas ons meegaf om een nieuwe dirigent te kiezen. Na een korte interimperiode werd een nieuwe enthousiaste jonge dirigent gevonden en per 1 januari 2009 benoemd. Gerwin van der Plaats volgde met nog enkele jonge donateurs al tientallen jaren het optreden van Klaasje Mulder en DEV op de voet. Bijna alle concerten werden meegemaakt en allerlei memorabilia verzameld. Gerwin begeleidde al, nauwelijks 10 jaar oud, de erediensten in de kerk, studeerde aan het Fontys Conservatorium te Tilburg en bracht het tot organist en dirigent van diverse koren. Met zijn enthousiasme, een frisse aanpak en brede talenten stimuleert hij het koor en streeft daarbij naar het behoud van de eigen robuuste klank. En nou DEV, op naar de 100. Een leeftijd van ijzersterken. De koorleden kijken er al naar uit en genieten intussen van de repetities en uitvoeringen en een breed, zeer afwisselend repertoire waarbij steeds het evangelie centraal staat. Ons koor telt momenteel ruim 110 leden, waarvan ons jongste lid 18 is en de oudsten de 80 al ver gepasseerd. Sommigen zijn al ruim 60 jaar lid van de EV. Op eigen wijze worden jubilarissen ieder jaar gehuldigd en voorzien van een speldje met het aantal jaren van lidmaatschap erop. Uiteraard zijn ook diverse jaarlijkse activiteiten waarbij ook de partners van harte welkom zijn. Tijdens de wekelijkse repetities is de sfeer altijd gezellig. Humor, inzet, zangplezier en het meeleven in periodes van vreugde en verdriet kenmerken ons koor, door eendracht verbonden. Wie houdt van zingen en zo de boodschap van het evangelie door te geven, willen we hierbij graag uitnodigen vrijblijvend eens een repetitie mee te maken. Hartelijk welkom, elke week op donderdagavond van 8 tot 10 in het Open Hof, Lelystraat 49 te Kampen.